Rabinder Permisser, algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname EBS, reageert verbaasd op de vraag of de energietarieven per 1 januari 2017 worden verhoogd. Er doen namelijk geruchten de ronde dat de EBS haar tarieven per 1 januari zal verhogen. Permisser zegt daar niets van af te weten. Ja, er is geen enkele formele mededeling aan mijn adres als algemeen directeur dat de tarieven in januari aangepast zullen worden. Ik heb hier en daar berichten gehoord. Ik denk, waar komt dat van? Ja? Ja. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, er zijn naar mij toe geen mededelingen. En ik heb altijd gezegd, de tarieven, dat is een overheidsbesluit. Wat EBS-tarieven betreft, gas, et cetera. Wat de kostprijs betreft, ja, dat hebben wij. Het verschil van kostprijs en wat we aan de burger mogen rekenen, wat de burger moet betalen, dat bepaalt de overheid. Dat is altijd zo. Maar de overheid heeft een breder gebied, een breder scope. Er zijn zoveel zaken waar ze meer op letten. Het kan niet anders dat de overheid dan een besluit daarover neemt. Aldus Rabinder Permisser, algemeen directeur van NV Energiebedrijven Suriname. Hij geeft aan niets te weten over een mogelijke tariefsverhoging van de EBS.